Hebben jullie dat ook allemaal gelezen? Gisteravond op Twitter. Met die hashtag slimste mens. En dan ging het alleen maar over die tijl. Die tijlbekkant. Ja, zeg maar niet zoveel hoor, die tijl. Maar ik moet het toch eventjes voor die tijl een klein beetje opnemen. Want half Nederland walste werkelijk over hem heen. Gisteravond. Ja, op Twitter. En hij kreeg daar een tsunami aan bagger over zich heen. Onvoorstelbaar. En daarna nog eens een keer een stortvloed aan beledigingen. Wat is er nou gebeurd met onze tijl? Tijl die komt daar in de slimste mens. En die quiz die vraagt helemaal niet om lolligheid. Die vraagt helemaal om niks. Die vraagt alleen maar of je op een aardige manier vragen wil beantwoorden. Daar vraagt de slimste mens om. Maar Tijl had voor zichzelf bedacht, ik ga daar leuk doen. Ik ga daar lollig doen. Maar Tijl, luister eens, dat is maar voor heel weinigen weggelegd als dat niet gescript is. Als je dat niet hebt uitgewerkt en overdacht van tevoren. De enige die in Nederland zomaar zo'n programma in kan stappen en daar een beetje kan improviseren, dat is André van Duin. Want hij heeft als een van de weinigen de lach aan zijn kont hangen. Ja, daar gaat het om. Dat moet je hebben. En Tijl, dat heb jij niet. Als André van Duin had gedaan wat jij had gedaan daar, dan hadden we gewoon met z'n allen waarschijnlijk gelachen. En was er niks aan de hand geweest. Nu niet. Nee, want beste Tijl, het was niet leuk en het was niet geestig. En daarom valt iedereen over jou heen, want ze pikken het verkeerd op. Ze horen jou dingen zeggen die helemaal niet lollig zijn. Dus wat hebben we hier nou gezien? We hebben hier gezien een verkeerde timing in een verkeerde setting. En wat we hebben gezien is een beetje hele lichte zelfoverschatting. Dat is er aan de hand, Tijl. Ja. En ja, dan kunnen dit soort ongelukken gebeuren. En dat heb je nu aan je fiets. Want vanavond ben je natuurlijk weer aan de beurt. Want het enige wat ze nu van jou vinden en zeggen is dat jij een hele arrogante en irritante kwal bent. Ja, ja. Maar goed, zij verwarren dat, die kwal en die irritatie en dat arrogant, met dat jij even minder leuk en lollig was. Ja, dat is er gebeurd. En daarom, ja, moet ik het een klein beetje voor je opnemen. Want ongelukken kunnen gebeuren. Kijk, jij had gewoon, net als die Rob Kemps van Snollebollekes, jij had het ook zo moeten doen. Want die is slim, die Kemps. Die gaat daar gewoon zitten. Die gaat helemaal niet Snollebollekes zitten doen. En van kijk mij een Snollebollekes wezen. En daar een beetje zo half het programma overnemen. Nee, dat heeft Snollebollekes helemaal niet gedaan. Snollebollekes ging daar gewoon heel rustig zitten. Als zichzelf. Als Rob Kemps. Ja. En die pakte zijn momentje. Hij pakte af en toe een grapje mee met een hele gevatte opmerking, pakte dan zijn lach en klaar. Meer deed Rob Kemps niet. En dat viel goed bij de kijkers en daarom gunnen ze hem nu een overwinning in de slimste mens.